Yo, welkom weer een nieuwe video. En vandaag in de verzuringsserie hebben we er zin in. Want dit is mijn favoriete spiergroep, eigenlijk de complete bovenbenen. We hebben wat nadruk gelegd op de quadriceps, er komt nog een hamstringversie of er is al een hamstringversie online. Ik weet nog niet hoe ik deze video upload, ik kan er niet in de toekomst kijken. Maar in ieder geval de bovenbenen, belangrijke spiergroep. En dit gaat een lekkere workout worden, dit gaat zo'n workout worden dat ik bij mezelf denk, ik heb twee toiletten bij mij thuis, eentje boven, eentje beneden. En die beneden, die is net een stukje hoger. En als ik dan mijn benen heb getraind, dan denk ik, weet je wat, ik ga beneden wel even uitgebreid zitten kakken, want dat scheelt toch weer een stukje squatten. Die boven is een stuk lager en dan kom je bijna niet meer van het toilet af. Zo'n workout gaat dit worden. Ik weet niet hoe ik het anders moest verwoorden, sorry. Zonder al te veel gedoe, zoals altijd, ik geef jullie setjes, de series, de kleine tips, de grote tips ook natuurlijk en de eventuele fouten gaan we gewoon weer laten zien. We gaan lekker beginnen. De eerste oefening is een heerlijke verzuuroefening. De dumbbell lunges. Die hebben we allemaal wel eens een keer gedaan. Ik doe in mijn circuitje enkel het linkerbeen en tijdens het volgende rondje pak ik het rechterbeen. Er zijn twee belangrijke aandachtspunten als we lunges doen. We willen een 90-90 hoek creëren. En we willen ervoor zorgen dat we met onze knieën net grond niet raken. Voor oefening nummer 2 hebben wij een hexagon bar nodig. Als je deze zelf nou niet hebt of je sportschool heeft deze niet, dan vertel ik daar aan het einde van de video nog wat meer over. Een aantal belangrijke aandachtspunten bij deze oefening, dat zijn je schouders goed naar elkaar toe trekken, uiteraard de vlakke rug en eigenlijk het belangrijkste aandachtspunt, houd die heup laag. Het is een squat, het is geen hexagon bar deadlift. Voor oefening nummer 3 heb ik een kettlebell en een doos gebruikt. Dit kan ook prima worden uitgevoerd met een bankje of een ander object. Of misschien zelfs wel zonder doos. De kettlebell die ik heb is 20 kilo. Je kunt natuurlijk ook gewoon een 20 kilo schijf of een dumbbell van zelfs wel zwaarder natuurlijk gebruiken. Wees hier lekker creatief mee. Het belangrijke aan deze oefening is dat je wel een object zoekt waarbij je benen minimaal parallel aan de vloer zijn. Zoals je ziet gaat dat met mijn doosje net aan. Het is bij deze oefening wel belangrijk om naar beneden te squatten, alleen niet te pauzeren op de doos. En wat ik daarmee bedoel is dat je eigenlijk de doos net wilt voelen met je billen. Dus je wil hem een soort van kusje geven, je houdt hem even 1 seconde beet, dan ga je weer rechtop staan en op het moment dat je voelt dat je knieën gestrekt zijn, zak je weer rustig naar beneden en pauzeer je onderin dus zonder compleet te gaan zitten. Je houdt dus wel continu spanning. Dat zijn weer 3 heerlijke oefeningen waar je dagenlang spierpijn van gaat hebben. Een paar side notes. Als je die lunges hebt, doe ze alsjeblieft op de plaats. En de reden daarvoor is dat we continu spanning houden op de spiergroep die we willen trainen. Als je natuurlijk walking lunges gaat doen, dat is geen slechte oefening. Dat is een fantastische oefening. Alleen voor deze serie, als we echt voor het verzuren gaan, dan willen we zeggen, oké, we willen zoveel mogelijk spanning op die bovenbenen, op die hamstrings, op die billen, willen we houden. Ten tweede, zoals je zag in de video, ik gebruik een hexagon bar om squats uit te voeren. Ik hoop niet dat je de video weggeklikt, want je kan natuurlijk ook simpelweg 2 kettlebells, 2 dumbbells, een barbell. Wees een beetje creatief, je kan genoeg gebruiken om een hexagon bar na te maken. Ik vind het alleen gewoon een hele fijne variant. Want je kan met een hexagon bar echt wel serieus veel kilo's gebruiken. En je bent wat stabieler als ik dit natuurlijk wat vergelijk met dumbbells of iets dergelijks. Maar met een barbell in de sportschool kom je ook hartstikke ver. Zoals altijd. Hoppakee. Hebben wij hier een lijstje. Je kan het scherm weer pauzeren. Alle oefeningen. Ga je naar deze workout doen? Laat dan alsjeblieft even een reactie achter. Vind ik leuk. En vond je dit een interessante video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je gelijk abonneren. Dit was Remschuld, dat is streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.